Een goede avond. Het is dinsdagavond. Welkom terug bij ARK. First things first. Plop, bedankt voor de follow. Die was offline gedaan. En dat maakt de totale count nou 260, moet je maar horen. 160. Dus langzaam maar zeker weer kruipen we richting de 200. Even kijken, Discord. Even aanzetten. Pardon. Een paar huishoudelijke dingetjes. En klaar. Goed. Offline hebben we even wat gefarmd. En zijn we ook gaan farmen. Dus even een klein greenhouse gebouwd. Dus langzamerhand komt er wat spul binnen. Bier is op. Dat zie ik. Laat ik dat maar meteen even doen. Dus goed, is er weer wat klaar. 25, 4 bier. Een jar. Is dat maar even gebeurd? Hartstikke idee. Die weer terug. Ja, die lust wel een biertje. Dus even kijken. Ja, oh ja. De forge geplaatst. Een uitkijkje. Daar tegenover woont Davy. Die heeft daar zijn settlement gemaakt. Brons ligt nog te maffen. Wat had hij nou weer voor kapsel? Oh my god. Wat heeft hij mij gegeven eigenlijk? Oh, niks apart. Dus, boven wat uitgebreid. Breeders, de Terrazino's. En ik heb bovenin even een paar turrets neergezet, want we werden knettergek van die swarms. Even kijken, Terrazino, Raptor. Ja, die zwierf ergens over de map, die jeuk. Blueprint kan ik even wegleggen. Hartstikke idee. Drie levels. Maarten die 1000. Beetje de manly. Hey, goedenavond, DMF. Ik had eigenlijk verwacht dat je lag te maffen, man. Yeah. Oh, bullets, die zal ik ook maar even thuis laten. No. Ik verdwaal nog steeds in mijn golf hier. Nou ja, theoretisch brons en hok dan. Missions. Eens even kijken of er iets te doen valt. Websearch, daar ging ik wel keihard dood. Along came Pollen, King of the Swing. Fishing, sorry, just hop, skip and jump.
Frog. Oh, wij zouden Swamp Placid. A brood sarcer is on the prowl. Take it down. Okay, seems legit. Dus even kijken of we een missietje kunnen doen. Was dat, of is dat ook nog een trap of zo? Dus, hoe is je werkdag? Right on target. Right on target. Oh, fluck away. Nice. Swamp blast. Spinal Swamp Blessed. Come on. Let's go. Fancy a hunt survivor? Regenachtig. Ja, hier ook ja. Let's have a look. Scanner activate. Maar ja, ik werk binnen, dus dan heb ik dan beperkt last van. Oh, ik moet de trail ervan. Kom ik zo natuurlijk weer zo'n level 2000 tegen. Oh god, god. Hey, panda! Goedenavond! Oh, I found something! Where? Oh hier. Yeah. Let's have a look. Scanner activate. Damn, jongen, het water bijna niet te zien dan. Nee, hier kom ik vandaan. Waarom? Damn, is moeilijk zichtbaar. Let's have a look. Scanner activate. Oops.
Nou, ga naar weg. Commencing scan. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Ain't insane. Niet zien, maar het zal vast weer een level 2 werken te doen. Ik stond net even in beeld. Volgens mij is het niet te doen. Commencing scan. Ja, commencing scan. Oh, daar. What's that over there? Oh, elke keer als ik die bomen raak, dan stampen ze vol met hout. What's that over there? What's that over there? I found something. Again? Wat 120 tracks? Jezus. Stik veel piranha's achter me aan. Ik zie niks. Moet ik nou helemaal Goh, slecht. Zo slecht. Laatste voet. Oh, misschien ben ik wel een beetje moe ofzo. Kijk eens even mee, want wat ik nou zie, ik nou iets niet wat jullie misschien wel zien. Laatste voetstap hier. Ah, I found something. Oh. Ja, last found track. Commencing scan. Meestal is rood.
Look at that. Nou, oh, maak mij nog gek, hé. Ja, found something. Ja, waar? I found something. What's that over there? Ik word helemaal gek. Ik zou het gewoon zeggen, rechtdoor. Boys, girls, word ik nou gek? Zag jij hem? Nou, vertel eens er iets. Want, wat ik net zei, ik word helemaal kriegel, maar... Ja, ik heb nog 49 minuten, het einde van. Naast een klein graspolletje. Meestal zitten ze ook in het verlengde van. Kijk, zoals deze voetstap. Die wijst eigenlijk, ja, een beetje in de richting. Oh, het gras groeit hier al wat terug. Wat? Ah, come on. Ik word echt helemaal gek. Oh boy. Ik zou zeggen dat hij linksaf geslagen moet zijn. Ja, hij verwijst me weer terug. Commencing scan.
Oh. Commencing scan. Ik kan toch niet alleen aan mij liggen, dit of wel? Will you look at that? Ja. Yeah. Nou, ik look de hele tijd. Nee, je moet binnen die cirkel hier zijn. Nou zijn die ook niet zichtbaar. Nou scan ze. En dan worden die zichtbaar. Commencing scan. Groen, groen, groen. Let's have a look. Scanner activate. Let me scan this right quick. Zie ik niet onder water of zo? Drama dit. Ja. Hier laat ik niet zien. Echt niet. Ik word echt niet gek hoor. Gezien de ligging van hem, zou ik dus zeggen dat hij een beetje linksaf is gegaan. En ik moet weer terug. Ach, die rots. Gewoon meteen linksom of zo, ja. Zit hij in de rots? Nee, ook niet. En meestal zie je namelijk wel een rood gloedje, zeg maar. Maar ik zie dat rode gloedje ook niet meer. Scan this right quick.
I found something. Ja, ik word alweer teruggewezen. You look at that. Let's have a look. Scanner activate. Ik zit echt gewoon met mijn ogen uit te puilen hier. Ja, hier zegt hij I found something. Aha, I found something. Hieronder zag ik iets gloeien. Can you scan this right quick? Nee, dacht ik. You look at that. Ah, godverdamme. Commencing scan. What's that over there? Scanner activate. Hier doet die dingen heen. Nee, app aan weer terug. You look at that. Commencing scan. Let's have a look. Scanner activate. Aha! I found something! Nou, misschien moet ik de missie maar als verloren beschouwen. Hier moet iets buggen. Ik heb alles al weggechopt. Even kijken. Hier omhoog, hier terug. Op. Aha, I found something. Toch zegt hij weer. You look at that. Oh, hè? Waarom zegt hij hier nou last van het gek? Ja, haar hè. Dat was ik net al natuurlijk leuk. Scanner activate. Kijk maar wat die is zichtbaar. Dan kom ik hier. Hey, je zit echt gewoon niks. Kak. Ik heb alles al 3 keer gecheckt. Can we scan this right quick? Fuck sorry. Even kijken, wat was dit nou? Bug Vision, Bug Beatdown, Spyfish, Spinal, Swamp Placid. Nou, toch maar even een keer proberen dan. Ja, het
Het is net alsof daar de Sarko moest verschijnen. Maar gewoon niet verschijnde of zo. Verschenen. Lol. Zo. Nou. Nou, zwampplaats zetten. Dan gaan we nog een keer. Beetje jammer dit. Tuurlijk. Fancy a hunt survivor? Fancy a bug survivor? Zie je, die zat ook zoiets verwachten ik daar eigenlijk ook. Akola Jack! Inderdaad. Hey. Goedenavond. Goedenavond. U was alweer druk doen, hè? Ja, ik heb net iets. Ik heb net iets gruwelijks vaags. Net echt 5-6 minuten zitten rondkijken naar die voetsporen, maar niet gelukt. Nee, het waren echt gewoon niet te vinden. Snel ben ik hem heel voorzichtig aan het doen, een soort van. Ja, voorzichtig. Het spoor rechtuit. Oh, dat pijltje doet ook nog iets, zie ik. Dat hulpmiddel heb ik net even gemist, denk ik.
Oh. Helena kijkt naar waar de footprints. Helena kijkt naar waar de footprints zijn. Oké. Dan ga ik daar eens even op letten. Oh, ik mag niet meer verder slaan, zo te zien. Dat is mooi in de tema, joh. Damn, panda! Ik zie het een soort van, ja. En wacht even, die voetstap heb ik net gemist. Oh, nou sla ik een stuk over zelfs. Ja, goed opgelet, joh. Dat is een rode puntje. Die zag ik ook nog goed. Ja, Helena die kijkt er inderdaad naar. Top, panda! Ah, daar is je. Oh, mag niet meer slaan. Echt een
super tech. Nou, zie ik haar ook echt gewoon kijken. Ja. Scan. Lol, soms gewoon de kant naast. Inderdaad. Met stipjes tegen, omdat ik gefaald was, denk ik. Okay. Gewoon midden tussen de bush. 101. Hout nodig? Och, ik zie niks in de boom hier. Hey. Ik zie Lena zelfs niet meer. Beter even Harvest uit kunnen zetten, volgens mij. Dus, big masks. What's that over there? No. What's that over there? Oh, kill the target. Oh, yay. Ik weet niet hoor, maar er zijn er nog een aantal in elkaar of wat. Die zitten in elkaar vast. Oh nee, dat moet ik anders doen. Ondertussen doe ik dat ook allemaal even testen, hè? Snap je wel. Zwart. Hazard suit boots. Ja. Goed. Eens even kijken. Oh.
Way to go, Bolts. Niet eerlijk, ik moet 30 seconden wachten. Ja, tuurlijk. Een beetje anti-spam. Anti-spam protectie ding iets gebeuren. Helena. Say hello. Not. Dan moet ik even de Teresino healen. Dan moeten we denk ik maar eventjes samen weer zo'n beta ding doen, of niet? Ik vind het prima, joh. Mooi. Oké, dat wordt wel dat loyalty systeem. Ik heb zo'n idee dat dat ook wel wat tuning gaat vergen. Ik heb dokter Bernard nodig. Ja, ik heb ze hier nu allemaal aan de kant staan. Die kikkers heb ik hier nu buiten neergezet, allemaal. Dokter Bernard, give me your help. Zit hij in een cryo? Waarschijnlijk wel. Soul? Bernard. Oh, naar admin mode. Een feeling trof. Zover was ik nog niet, Richard. Weet ik niet. Volgens mij moet ik er een paar minuten cooldown op zetten. Ja, Richard, jij kunt weer. God, ja. Er bestaat ook nog een setting voor user cooldown en global cooldown, hoor. Gelukkig. Ik zie trouwens, ja, die alert trouwens, die staat hier niet goed. Jullie hebben me wel eventjes op iets gewezen. En dan mag die dat is ook zo'n slecht fragmentje ook gewoon. Ja, Panda, je krijgt in ieder geval de loyalty system, dus je krijgt gewoon punten voor lurken en je krijgt extra punten voor actief chatten. Oh, dat is dus hoe vaker we dat doen, dus ook gunstiger, want dan zijn we actief aan de chatten en dan krijgen we weer extra punten. Ik hoop niet serieus dat het zo werkt, want dan moet ik het zelfs nog, dan moet ik hem iets bij, of iets nerven, zou ik maar zeggen. Dan heb ik echt een probleem straks. Die weg. Hoezo heb ik... Oh. Uh,
Redeem de Bronster. Oh my god. Redeem de Bronster. Maar slaat dat nou maar op? What the fuck, man? Oh, dat gaat natuurlijk niet. Hoe ver is hij? Bijna klaar. Dan ga je. Oké. Even kijken, die eraf. Is het een. Hij doet dat. Zo kan ik hem eventjes wat harder bijsturen. Kom eens. Ah, goddammit! Ja, oké. De Dr. Bernard zit vast. Hoe de fuck krijg ik dit nou weer van elkaar? Oké. Awkward. Ja. Ben ready. Ga je nog meer bijbouwen? Ja. Voor wat? Oh, het is allemaal veel te vol. Veel te vol? Ik vind de bal ook gebruikt, jongen. Mission. Hi Siri. Zeg het maar. Moet je kop houden. Houden. Oh, crash. Along came pollen, of je gewoon eigenlijk iets wat dichtbij zit. Die moet eventjes untrack. Bok rally. Was dat? Bok rally is dichtbij. Ik vind het prima, jongen. Oh, muur. Oeh, oviraptor. Damn. Ja, ik wil wel weer luiden. Maar ja, het is gewoon pad. Oeps. Foutje, bedankt. Bok. Ja, we hebben een bloedstalker staan. 1, 2. 1 brief geloof ik al. Yes. Let's go. Bok rally. Let's go. You look fast, but let's test how fast you are. Wat moeten we doen? Weet ik niet. Ik heb dit scherm al gedaan. Ik weet niet meer wat het is. Let's mount up and get our race on. Oh. Oh, hey, hallo. Oh, je race mee. Nice. Go. Go.
Ah, ik zit kei vast, joh. What the fuck? Ah, ik ben hier! Oh, wat dan? Kijk dan, joh. Brons. Ja, 80 meter of zo. Misschien nog een paar meter in kunnen halen. Ja, dan stond ik weer vast. Oh, knol, ik ook. Ik zit overal tegen beesten aan geplakt. Oeh, dat hapert wel een beetje. Oh, kom je al voorbij gereest? En toen niet meer. Ja. We are running out of time. Yo, dikke sprong. Oh, right. We are running out of time. Zo, 27 seconden of wat? Oh, we vallen niet zo mee dan. Oh, hey. Zet jij even vast? Ja. Ja, zit ik hier ook. Oh ja. Come on. Oh, springen, springen, dat kon ook nog. Sprongen, springen. Ah. Nou, dat weet ik ook niet. Tough race, but I think we're getting the hang of it. Mwap, 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 mwap. Moet jij die alfa, jij moet die alfa denk, of die gamma denk ik ook nog, of niet? Die heb ik nog niet gedaan, waarschijnlijk, nee. Time for a race. Goed, die moet wel even doen. Maar het is wel de race, maar meer tijd, dacht ik. LOL! Stond hier even op jou in te hakken daar. Knots. Tuurlijk. Was toch een beest? Mine. Nee. It's a race. It's a race. Oh, dat zou hier toepasselijk geweest zijn, zeg. Ik vind het vreemd hoe die af en toe achter die rotsen blijft hangen, hoor. Maar ik stop met mijn leg als een gek. Ja, ik vind dit niet leuk. Maar goed. Hier heb ik gewoon 60 frames van nodig. Het zal nog wel moeilijk worden bij Ark. Kijk, dit is gewoon verneukerij, hè. Dat springt gewoon echt, dat beeld springt gewoon 3 keer terug. Daar kan ik me echt wel kapot aan irriteren, gewoon. Faster survivor. Ja.
dat zijn van die momenten die ik in shooter games heb, waarop ik rage quit. Ja. Maar je komt vast te zitten op dingen dat je denkt van hoe kan ik daar überhaupt op vast komen te zitten? Ja, het is... Kijk, het is misschien wel een leuke dag, maar het spel kan dit gewoon niet aan. In combinatie met mijn computer dan, uiteraard. Kijk, dat was fun. Gewoon een enorme... Gewoon een enorme lag spike gewoon. Oké. Jullie maken in ieder geval... Oh, godverdomme. Misschien was het toch niet zo'n heel goed plan. Oké, in ieder geval een grotere cooldown. Ik heb overigens niks gehad. Ik weet niet of jij wat hebt gehad. Nee. Heb ik hem nou gehaald? Wel gehaald, hè? Ja. Oh ja, Bogrelly. Jawel. Dat is de tijd ook nog. Oké. Okay, 160.41. Is dat een seconde? Dank je wel, ja. Cheap papaya de pack. Yep. Raptors killen. Dat lijkt me beter. Oh, zijn er al. Webshirt, cheap papaya de pack. Beta. Hallo. Komt ook even bezoek. Time remaining. There's no thrill like the thrill of a hunt. Yeah. Wat moeten we doen? Oh jee, ze begint weer te scannen. Oké, ze gaat even kijken. Dan moeten we gewoon kijken waar ze... Toe, kijk. Hier. Yep. Oh ja. Oh ja, ja nou. Oké, dat begint nu al irritant te worden. Yep, doe ik. Ja. Ja, 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 ja. Oh, nee. Helena! Helena, was kosten die condomen? 3,99. Nein, 2,99 sind heute ein Sonderangebot. Ja, bei der Offerte, ja. Ah ja. Geh allein. Kill the target, da. Oh, die doet lekker damage, 600. Oké. Okay. Yo, trust er is. Rust houden. What's that over there?
Ja, ik word gewoon gelanceerd in de kikker daar of wat. Met zo'n bocht hier zo. Kijk ze nou. Oh, hier achter of wat? Oh ja. Scant Helena bij jou ook nou, of niet? Ja. Oké. Kill the target again. $1100? Wat? Serious damage hoor. Dat wordt zo meteen spannend op het einde. Komen er nog een paar raptors bij? Voor mij lukt precies de verkeerde kant uit. Ja, ik ben er hier 4. Oké, laat die andere staan nog stil. Deze focussen. Dit is de broedraptor zo te zien. Omdat die gauw dood is, want mijn... Ja, mijn Tera is bijna dood. Ik heb nog een kwart. Kwart helft. Ja, zoiets. Nee, 1/5 heb ik. 5000 nog. Ik heb nog 8000 en 24. Maar dit was die level 2000. Die zijn wel, als het goed is, iets minder. Maar ja. We hebben 24 minuten. Ik weet niet of ik een... Of ik een klein beetje wil tanken van de... Rommiet. Even nog naar de 6000 krijgen of zo. Met raw meat komt er niks bij. Ja, bij mij wel. Ja, een heel klein beetje. Ja, maar dat is met gewone berries ook. Deze frit volgens mij alleen sweet vegetable cake of zo. Ik zal maar even naar de 5900. Oh, what the fuck. Zullen we maar gewoon gaan? Heb je het al getrold? 1, 2. Ik heb nog berries, die prop ik er nog even in. We zijn wel meat... ik wou zeggen, we zijn meat boosted. Meat boosted. Meat boosted. Nou, dood of de gladiolen? Dood of de gladiolen. Beetje bij elkaar. Ik heb nog 1000 helft. 1900. Oh, daar hebben ze jou helemaal goed geraakt, ja. Doe je ook missies in andere biomes? Ja, dat is nog wel de bedoeling uiteindelijk, ja.
Nou, eerst maar eens even terug naar Bezen, niet? Wel lekkere loot. Lekkere loot. 353... 169. Pickaxe. 353 pickaxe. Die is wel lekker. Wat is dit? Delon saddle, Ascendant. Terrabird. Baryonyx saddle, 106. Een Echti. En een 445 helm. 586 helm. En 361 leggings. Akkag. Arrival protocol. 18 missions. Nou, ik heb er even nagekeken, maar inderdaad, om tech replicator te activeren, dan moeten we naar de ocean en de moeder verslaan. Oké. Ik denk dat je die dan, ik weet niet, ik denk dat je met de Mosasaur of zo te lijf moet gaan. Ik heb hier ook nog wel 457 helm voor je. Nou, oké. Okay. Ja, ik gooi ze meestal allemaal wel gewoon weg in de. In de. Kast. Zo. Here we go. Kast. Hoppa. In de kast, uit de kast. Teleport noise makes me a bit dizzy. Uit de kast, ja. Nou, dat is volgens mij ook bijna leeg, Jan, zeker. Even kijken. De moeder is een grote aal. Heeft veel kleine aaltjes. Someone has watched streams on YouTube. Oké. Dr. Bernard. Geef me je helft. Ik voel me zwakjes. En ben bijna dood. Volgens mij, die turrets, dat was ook wel een goed plan hier. In de bak. Bak! Vooral YouTube. Ha. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik bekijk het, of ik moet het toevallig zien op collega-streamers. Maar anders kijk ik, zeg maar, dat het je filmpjes op het moment dat het voor mij van toepassing geworden, zeg maar. Bosfuis en Jens zegt, het was toevallig de moeder. Ik vind het ook wel zo grappig, die naam, de moeder. Met zijn voet. Oh. Als we al bijna op in, dan pakken we gewoon een ander. Ja. Maar dat is toch wel. Zak dat. Nou, heb ik daar woed toch bij. Dat is ook nog meteen aan de pillen. Maar. Ben je nog meer hout nodig? Nee, maar ik had toevallig bij. Dus ik denk, ja. Ik trek het maar meteen eventjes. Eruit. Even op de reservering. Maar. Ik ben zo'n noob. Goed, kijk. Dit gaat zo. Even die missie even intrekken. Ik ben een persoon die vaak eerst mijn research doet voordat ik de game koop. Jij, en dan doel je ook, zeg maar, of je aan het overwegen bent om Genesis te kopen. Ik zat dus gisteren bij niet bij Zwaal te kijken, volgens mij Zoelen.
En die was ook het kloten. En die had zo'n, kist gekocht. En die kreeg die replicator. En die was ook zo van, ja, wat moet ik er met mee? En zegt iemand dus, ja, die kun je niet gebruiken. Maar je moet hem in de S Plus Converter gooien. Maar ja, dat hebben wij al geprobeerd, hè. Dus ik ga het nog even een keer proberen. Want bij hem werkte dat dus gewoon, hè. Kijk, dit snap ik niet. Moet hij toch iets van een engram unlocker erop hebben gehad of zo? Hij mag hem gewoon omzetten naar S+. Voor mij zegt hij doodleuk, required engram not learned. Oké dan. Assassin's Creed Odyssey, volgens mij heb ik die ook nog ergens in de store hangen. Ja, die hebben we gratis gehad van Epic. Oh, oké. Okay. Oh ja, dat klopt. Ja, was dat Odyssey? Ja. Nee, het was niet Odyssey. Imprint zit vol, in ieder geval. Die is weer helemaal healed. Ik zo te raad. Oké, meer damage. Meer damage en meer health. Damn jongen, als dat beta was, hé. Wat de fuck moet Alpha dan wel doen? Slaan ik toch helemaal een gort gewoon. Ja, we kunnen even op Arctic kijken voor een missie. Ja, ik zal eerst even mijn inventory zo licht maken. Moet hij nou een zwerm weg of iets anders? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Ja, het is een beetje mistig, ja. En dat was ik weer. Waar is Arctic East. Coordinates locked. Time to teleport. Ja, ik heb mijn inventory nog maar een paar jaar. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom. Teleport now. Wat lang duurt is nooit goed take. Here we are, right on target. Ja? Right on target? Oh, ik ben wel aan het bevriezen trouwens.
Ik heb ook geen torso bij. Alhoewel, ik zie niet echt. Ja, klein beetje helft gaat eraf. Nou, kijk wel even hoe ver we komen. I heard Megalosaurus have left their unusual grounds and are wandering the biome. Hunt them down. No, hunt them down. Tuurlijk. Ja, zat Teresinus hier ook? Ja. Nog meer Teresinus. In Arctic Biome. Dat is weg. Tuurlijk. Oh, level 92. Was een level 92, zeker. Ja. Oh, oh, oh. Lekker stormachtig hier. Moeten we hier links, rechts omheen? Geen idee. Ook niet. Het is wel heel donker hier. Nou, nee. Ik moet voor de stream even een gammetje drinken, weet ik. Zit hier gewoon dik, gewoon ramrecht tegen de rots op. Maar... Tuurlijk. We zijn er. Ik weet niet hoe lang ik de volhou hier, maar dat zien we wel. Ik heb die spullen die als we gekregen hadden, die heb ik gebruikt. Dus ik heb het nou warm nog. Oh, oké. Okay. Ik heb mijn Fria curry weggelegd, anders zou ik die even kunnen nemen. Dat die heb ik genomen. Dat is een soort van scan. Rood of groen randje om je heen. Ah ja. Oh, alweer? Oh, dat zie je wel heel erg goed. Oh ja, hier wel ja. Nou, inderdaad. En toen? Ik zag die nog helemaal niet, joh. Jij liep er al overheen of wat? Echt, hé? Funny. Nou zag jij ze nog niet, hè? Nee. Oh, dat is wel vaak, ja. Ik volg jou maar gewoon. En nou zie ik ze weer. Ja, rechts eland. Kill the target. A brute megalosaurus. Wat een saurus. Ja, inderdaad. Die zie je echt goed hier. Hey, wat? Ik kon hem niet meer raken. Gaat je vastgeglitst? Hadden je vastgeglitst? Beauty. Ik ben er voorbij gelopen. Oeh, het wordt hier wel heel erg mistig.
Gaan we hier omhoog. Tussen de Jutti door. Hey. Oh. Kill the target. No. Ayo. Links, hij keek links. Ergens. Hey joh. Oké. Hij kijkt hier naartoe. Daar. Ik er eentje. Ja. Ik er eentje. Het spoor is er weer. Oeh, Anki 290. Ja, dan wel. Gezondheid. Dankeschön. Commencing scan. Wend omhoog, ja. Oh, hele kudde. Ah, komt goed. Nou, that's what I call a hunt. Hey, Fria Curry! Dat helpt. Ah. Lekker warm. Dus, Dearly Departed. Oh, dat was waar we waren. Hey, Mastercraft Manta Saddle. Search the Frozen Arctic. Arctic for rampaging ferox. Put it down before it runs out of things to destroy. Oké. Allemaal megatherium zadels. Hé jongen. Flik je nou altijd, hè? Ja, een hoekje drukken. In de weg lopen. En dan zet je mij weer vast. Echt. Lauren, wow! Ziek, ik ben... linksom, zo? Ik weet niet, waarom gaan we heen? Hij is ziek. Wow. Wat gebeurt er? Ik was aan het vliegen. Ja, kok. Ik zie helemaal... Oh, weer die berg hier, of wat? Oh ja. My god. Volgens mij lopen we met een non weg, maar goed. Wat is het mistig van dichtbij? En jij ziet waar we heen moeten, ik niet. Ja, activeer die trekker dan ook, jongen. Goed. Hide and seek gamma. Niet zeg ik, gamma. Wat moesten we eigenlijk doen? Oh ja, ferox killen. There's no thrill like the thrill of the hunt. Tuurlijk.
Pijn voor een hand. Rock element. Is het een soort van tussenfight of zo? Ik shoot niet ertussen. Die gaan wij zo niet kapot krijgen. Ja, hij is al heel erg damaged, hoor. Ja, 20.000. Dus, hè, dat dacht ik. Maar dit hoort er niet bij. Nee, dat weet ik, maar ja. Hij was zo vervelend. Dat ding heeft echt een LV. Ja, 26.000. Zo in zo'n missie doen. We hebben nog geen Teresina zadels gehad, hè? Want dat zou echt veel gaan schelen, joh, zo meteen. We moeten gaan vissen. Ja, oh ja! Dat klopt. Fishing was. Nog 5.500. 4.5. Nou, een stevige. Dat is nog maar level 30. Ja. Hij gaat vliegen. En nu krijgen we nog iets. Kunnen we van hem nog even iets harvesten? Ik heb een goede. Oh, je hebt ook een goede pick-up. Ja. Kijk ze niet. Obsidian, silver, oil, metal. En ik sta helemaal vastgenageld. Kom je nog of moet ik alleen nog spoor zoeken? Ik sta vast. Ik wil die obsidian nog even meenemen. En die zilver, hoppakee. Oké, we hebben geen idee waar jij naartoe bent natuurlijk. Je bent al heel veel vooruit, maar... Hij moet bij mij zelfs die groene nog scannen, joh. Dus zo meteen kom ik bij jou en dan is de missie al voldaan. Ik weet niet of de missie dan voldaan is. Maar... Kom maar gewoon vooruit, dan kom je vanzelf bij me. Ja, ik zie je. Ja. Iedereen. Kant, jongen. Oh, hier is hij. Oh! Ik lig van mijn beest af. Ik ook. Ik ben mijn beest kwijt. Not good. Je gaat erachteraan. Ik ben ook helemaal vergeten Pike mee te nemen. Lekker slim. Oh, ik word hier postje duty. Oh god. Dit ga ik echt nooit overleven. Ik word hier helemaal... Ik weet ook niet waar ik ben. Ja, ik ga dood. Be more careful. Oh, for fuck's sake. Wil ik terugkomen naar de base? Hé? Huh? Is dat die Ferrix dood? Nee. Ik weet niet of je het af kunt maken. Oh, niet in mijn eentje, denk ik. Zeggen, mag ik nog een kuspalm of wat? Ik heb hier wel weer sporen, maar... Moet ik hem gewoon afmaken? Nou,
Ik zat te denken, ik neem even nog een kerosine mee. Ik weet niet waar ik naartoe moest, maar ze hadden ergens in het westen of zo, hè? Oh, wacht. Ik weet niet, kijk maar even een beetje of zo. Hè? Je hebt nou, ik heb nog 54 minuten. Oosterwouw volgens mij. Ik zit op 80-43. Oh, ik heb natuurlijk weer helemaal niks meegenomen. Oh, verrassend. Gebeurt mij nog nooit. Here we go. Oh, en ik heb ook natuurlijk... Here we are, right on target. Hoe heette die missie? Dearly Departed of zo? Nee? Hide and Seek. Hij zegt tegen mij niet meer dat de missie aan staat. Ah ja! Oh, 3000 meter. Volgens mij moest ik inderdaad naar die andere. Biome, Arctic, East of zo. Ik zag de missietijd niet lopen, dus ik vraag me af of dat wel goed is gegaan. Maar je bent nog steeds met de missie bezig. Ja, maar ik zit weer eens vast in die andere terrasie. Beest. Zo, ik dacht even dat ik gewoon... Oh, maar ik ben natuurlijk de missie uit. Ik ben wel bij de Hide and Seek missie. En ja, dan weet ik echt niet meer waar we heen gelopen zijn. Zo. What the fuck? Waarom ben ik nou zo fucking zwaar? Waar zei je dat je zat? Even hoor. 80 nog wat, hè? 82-43 zit ik nu. 82-43. Is goed, panda. Bye bye. Zou je er ook straks in de buurt van je lichaam moeten kunnen komen? Groene bean. Ik heb geen idee waar ik een ambulant ben. 80. Oh, die crapper. Oh, dat was nog een hele val. Tweeëndertig.
Ja, ik zou hier toch een beetje in de buurt moeten zijn. Ik zie een hele grote rotswand. Ik ben omheen gekomen. Hé? Sorry. Ja, rechtdoor lopen. Oh. Dan kom je naar me toe. Iets meer naar rechts. Oh ja. Dan zul je wel niet meer in de missie zitten. Ik niet, nee. Dan gaan we overnieuw beginnen. Je moet je spullen nog weer terug zien te vinden. Nee, maar ik kan jou toch helpen met de missie af te maken, of niet? Dat weet ik niet. Spullen terugvinden, ja, dat is ook zoiets, ja. Weet je nog ongeveer waar? Mooi een stukje terug, denk ik. ik zie hier ook geen flikker. De Teresino, heb je die met een bol opgepakt? Ja, en de spullen heb ik wel meegenomen. Nou, ik raak even spontaan een gevecht hier. Nee, maar ik bedoel, ja, inderdaad, had je dan. Oh, ja, fuck, hé. Ik zie ook echt helemaal niks. Zijn hier goggles voor te krijgen of zo? Ik weet het niet. Ik zie echt helemaal niks. Er ging een rots op te lopen. Ik klim hier gewoon een boom in of wat? Houdt die sneeuwstorm ook nog een keer weer op of? Nee, volgens mij niet. Maar je hebt met Teresina weer opgepakt, maar mijn lijkspulletjes ook? Ik was in gevecht, ik heb dat even gauw gedaan. Ik bedoel, heb je mijn pikkenwil bij bijvoorbeeld? Nee. Nee, die zit in die lijk nog. Ja. Oké, ja. Ja, dan vind ik de Teresino wel belangrijker als de Rock Elemental daar. Ja. Teresino wel belangrijker als het lijk hoor. En zo kun je ook die groene beam nergens zien, hè? Nee. Ik heb een gamma 2,5 nog uitmaakt. Nee. Hier omhoog. Nee, ik zit op een soort van gletsjer of zo. Oké, afwas. Nou, ik was terug naar base. Ik vind dit helemaal niks. Ik heb niks gezien. Ik loop hier nog even één rondje, kom ik ook aan. Ik kan niet teleporteren nou. Is die missie uitzetten. Dan moet je gewoon even cancelen. Cancel mission. Dik. Ik heb het idee dat ik er spontaan ergens tegenaan moet lopen. Ik heb ook echt helemaal geen idee waar ik dat ben. Als dit goed gaat, gaat het meer goed. Ik ben bang dat ik nu mijn. Nee, valt mee.
Kom hier. Genoeg gewandeld heb hier. Helaas, pindakaas. Oh. Zo. Loop ik even tegen een sneeuwwand op. Cool. Hier dan. Dit volgens mij ook wel hoog of zo. Hier, oh, what the fuck is dit? Lijkt echt helemaal ook weer mooi gemaakt hoor. Lijkt alsof hier iets in zit of zo. Sterker nog. Ik kan gewoon helemaal omhoog, jongen. Holy crap. Hier kan... Oh. Hier kan ik niet meer omhoog, maar ik zit wel hoog. Kijk dan. Ja. Oh ja, oh god, tuurlijk Nico. Damn. Dat was close. Oké, kom terug. Teleport ready. Oh. Ei, 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 ei. Here we go. Teleporting always makes me a bit dizzy. This. Die nieuwe pick wil, die had ik toevallig weggelegd. Oké. Okay. Die van 300 nog wat procent. Dus misschien maar die Ferox, die dismount je dus ook wel goed. Ja. Even rekenen nou ja, met dat soort dingen. Want dat was met die bladstoker. Ik ging bij die bladstoker op diezelfde manier dood. Ook doordat ik eraf gegooid werd en geen zwaard of zo bij had.
op precies dezelfde wijze noten ben. Maar goed, met Terracino's. Moeten wij eens eventjes kijken naar de Terracino's, wat nou onze twee breeders zijn. Eentje sowieso, dat is dan die dat is dan die imprint daar, hè? Of die heette al breeder, geloof ik. Ja. Weet je dat? Deze die jij net gepakt hebt, die zou je ook als breeder kunnen gebruiken. Vrouwtje. Linker. Eigenlijk even de twee beste breeders eventjes benoemen. Oh ja. I've got your soul, baby. Zitten hier nog Terracino's in? Eentje. Goed. Ik weet niet welke dit is. Ik zag trouwens dat die Ankylo liet nog even wat vallen. Wat? Bessen. Gewoon maar even staren. Oké, okay. Breeder Melee. En dan samen met deze linker. Prachtig. 431. 437. Die had. Dat is de tamed levels, kijk ik naar. Oh ja, ik moet nog spyglass hebben. Deze zou je er als breeder bij kunnen houden. Welke? Dat erbij. Dan heb je een foutje. 61. En hij heeft... Oh, die heeft dezelfde... Oh ja, die heeft dezelfde 69 punten al wel. Kan die nog iets overnemen? 66. Nee, in principe niet. Oxygen kan die overnemen. Ja, dat wil je niet, want hij liever ergens anders in. Maar daarom is dat een goede breeder. Ja, klopt. Die is 66. Oh, dat is een hele laag level, 66. Dit zijn natuurlijk al offsprings. Dit zijn natuurlijk allemaal al offsprings. Ja, het mooiste is natuurlijk dat je in eentje nog weer een nieuwe breed erin in krijgt, hè? Ja, 66 op health. En 69 op een leader is eigenlijk al steen goed natuurlijk. Ja. Daar moet eigenlijk nou gewoon mutaties op komen.
Dan noem ik hem maar ook gewoon Breed om Allee dan. Ja, of gewoon Breed. Breeder Melee Health, MH. MH. Want is er nog een... want deze zijn dan... Tamed. Ja, maar die voor jou? 419, 381. Die is 419 en die is 381. Dus die kan... Ja, maar die 419 die heeft die levels allemaal op zijn oxygen zitten, hè? Ja, ook 60 punten, maar... En daarom is hij ook die levels hoger. Ja. Wat is nog een... dit is 69. 381, die heeft dezelfde. Nee, ik bedoel, we zouden... van die getemde 381's... zouden we nog wel eitjes kunnen... even eitjes kunnen pakken, zeg maar. Ja, het mooiste is dat je zo'n 381 mannetje kreeg. Female 236, 142, 332, 324. Dus dit zijn de hoogste levels wel. Ja, dus de mijne. Ja, als je die ook nog... Ja, dat is ook een goeie. Dat is ook een vrouwtje. Dus als we die even laten meten, even twee eitjes laten... laten vallen. Ja. Hopen dat er zo'n mannetje tussen komt. En ik zit weer. Dat zeg ik. Even kijken. Wie heeft er een hebel mee? Hey. Hey. Waar gaat hij heen? Weet ik niet. Hoe is? Ik deed behavior enable disable wandering. Ik weet niet waarom die nou in één keer op wandering stond. Is hij? Oh. Hij staat ook. Hij move following to mate. Oh ja. Ja, komt ja. Oké. Okay. En al die spanning mijn peuk op laten fikken. Als we genoeg honing hebben. Check ik even snel. Ja, in de nanny zit ook nog wel genoeg te veel, hoor. Er zit wat in de koelkast. 2, 3, 4. Wat, hoeveel honing is er? Honey. 9. Dat kost toch 50 honing? Zo'n beehive maken. Ja. Dan hebben we niet genoeg. Even de beehive ook even leegmaken, anders kan hij geen nieuwe meer maken. Oh ja. Zeg ik nou? On. 9.
10. Ach, die missen nog 10 honing. Maar waar staat die nanny? Op zolder. Want die zal die niet aangeven bij de pol, denk ik. Weet ik niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volgens mij gaf hij dat niet aan, namelijk. Oh jawel, gaf hij wel aan. 38, nee, ja, missen inderdaad nog 10 honey. 49. Tel ik zo verkeerd? 22, dus 8, 30, 39. Ja, ze dacht al. Ja, oh, nee. In principe kan Doggy morgen dan wel. Ja, als je vanavond de honing klaar is, dan zullen we nog een lintje maken. Ik moet naar buiten. Nee. Ja, ferox breeden. Oké. De eitjes zijn luid gekomen, hè, trouwens. Ze zijn er nog. Eitjes zijn er al. Big Bird. Dat neem ik aan dat iemand die genoemd zo heeft. Ja, dat was mijn. Maar die mag nu ook wel rental worden. En. Want waar is DMF Pino? Maar er staat er ook nog één op zolder trouwens. Ja, dat is ook een nieuwe breed. Is dat toevallig een mannetje? Ik terug eens in de zaal. Oh. Ik loop even naar zolder. Female. 344. Good night, doggy. Sleep well. Maar heb jij nog eentje in een bol zitten? Nee. Waar is DMF Pino dan? Oh, daar. Ja, er staan er nog meer. Deze options change name rental options change name. Rentals, die worden. Die van jou moet je maar even een eigen naampje geven dan. Breeder. Wie targeted het bij? Oh jee. Je hebt nou hulp genoeg. Schieten die turrets niet op die swarms. Die schieten niet op de swarms, de turrets. Oh ja. Nice. Oh god.
Hup, en de volgende. Rental. Ik had die van mij net genoemd, dus. Rental. Big Bird. Dat mag ook een rental worden. Oh. Options, change name. Rental. DMR Spinel. Die zal ik even inzetten. Breeder. Waar maak ik gewoon niet even de gun? Oké. Wat is die eieren kwamen gewoon weer twee vrouwtjes uit. Meen je niet? Wat is dat toch met die vrouwtjes hier? Nou, als die morgen vergroeid zijn, dan zetten ze allemaal aan. Hup, en dan 6 eieren, dan 12 eieren, 24 eieren. heb ik hier nog één Teresino overstaan? Is dat dan ook een rental? 344. DMF zit erin. Jouw bronzer staat hier. Imprint staat hier. Maar die breeders, die kun jij die op alle apart gehouden hebben? Breeders heb ik net gepakt, ja. Lauw. Dus dan is dit. Eens nemen. Maar weer los gaan. Ja, toch niet, Tom? Durf het gewoon schieten hier. Hebben ze die bug met die floating text dus? Hebben ze die bug met die floating text opgelost of niet? Weet ik niet. Daar was toch iets mee, dat je dat dan het systeem crasht of zo? Of dat dat ding weg. Nou ja, dat zal wel. Oké, hoe zit het met mijn levels? Level 96. Shocking tranquilizer dart mag ik nou maken. En een S plus drone terminal. Zou ik dat mogen maken? Ja. Zou ik daar nog iets anders kunnen doen? Element omvormen of zo. 15 element nodig. Kan ik dat ergens craften van dust? In inventory? Nee, ik denk het niet, want dan moet je extinction hebben, toch? Ja, learn on extinction. Even
Element. Element Catalyzer. Lunar Extinction, Lunar Extinction. Ja, daar gaan we dus dan daarmee te maken krijgen. Drone Terminal. Daar kun je dus geen element maken. Dat kan ook niet ergens anders, neem ik aan, hè? Ik heb trouwens 39.000 hexagons. Die laatste missie toch wel het een iets heeft opgeleverd die we hadden gedaan of zo. Hey. Hoeveel hexagons heb jij nou? Ook 39.000. Oké. Okay. En oh, er komt weer zo'n hele zwerm aan. Heb ik wel iets goed ingesteld op die turrets? Ze schieten er gewoon op al. Zo. Crafting. Force shield, tech turret. Mag je allemaal niet leren. Stinkpunkpad, ook niet. Sloped wall. Soul gun, touch. Fishnet. Multipanel. Backpallant, Raaf, Grifstone. Bang, 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 bang. Schoot hij nou wel? Of was dan weer iets anders natuurlijk? In de crafting station is daar nog iets te doen. Grinder kan ik even kijken. Grinder kan ik alleen dust maken uit element, maar niet andersom. Ja, ik zit te twijfelen of ik die hexagons moet besteden om element te kopen. Eerst moet ik nog eens even kijken naar die replicator. Volgens mij hadden we dat ook. Oh. Hadden we dat getest, hè? Dus dat vind ik zo raar dat je dan dat het zo snel krijgt. Maar goed. Oh, ergens mijn langers. Hey, demolish. Moeten we dat proberen of we spullen krijgen of zou die gewoon verdwijnen? Ik denk dat die verdwijnt. We moeten hem even op pigment dimmen doen. Maar je bent element nodig? Nou, ik zit te overwegen. Ik weet niet wat die drone terminal doet, of die echt puur alleen voor die drones te maken is en die en de hoe noem je die andere beest ook weer? Ik ben echt de naam kwijt. Op je voeten. Je hebt gewoon even 19 element gemaakt of wat? Even voor die punten gekocht. Ja, dat bedoel ik. Name of Science. Hé, hey, jij gooit dat neer. Ik pik het op. Oh, het staat op mijn laatste slot. What the fuck?
In the name of science. Drone tunnel. Oh. Drone tunnel can only be crafted at the S plus tech replicator. Ah, dan moeten we die moeder gaan verslaan. Kunnen we die gewoon niet met een Teresino? Teresino kapot slaan onder water. Heb je mijn kikkerverzameling al gezien? Oh, what the hell? Moet je kijken wat hier nog aan het opgroeien is. Die blauwe, hé. Achter je. Level. 473? Wat? Is ook mooi blauw. Ja. Die is inderdaad mooi blauw. Waar toch ja, die van jou die is 437, hè? Ja, maar we moeten kijken wat voor levels daar al op zitten. 1900 1600. Want zo was er nog eentje, hè? Een van die rentals die had. Ja, die had alle levels op melee zitten. 424. 20, 4, 4, 3, 70. 11, 6, 1951. Oh, dat is de breeder. Ha, jammer. Er staan er straks nog twee van boven, kun je ook alles op melee gooien. Oh nee, ja, ik bedoel, dan is mijn. Dan is die imprint toch nog wel goed. Nou, want ik kon best lang onder water zwemmen met die Teresino. Oxygen 1050. 480, want die heeft weinig oxygen. Ja, die heeft 22 punten op oxygen zitten. Hè? Ja, ik weet niet of die aal echt in de. Of die moeder ook echt in de diepte zit. Of dat die een beetje oppervlakkig zit. Maar. Ik denk niet dat het vanavond nog wat gaat. Ik wou net zeggen, ik zat naar de tijd te kijken. 22, 21. Dus er gaat hem sowieso niet vanavond worden. Maar misschien moeten we het. Misschien moeten we het donderdag maar gewoon proberen. Ik weet ook niet. Weet ik niet heel zeker. Je hebt die Lazarus powder. Chowder. Whatever. Slows rate of oxygen. Mag jouw dino dat vreten? Nee. Dan weet ik dat ook. Oh, verkeerde kast. Dat is recipe. Ik kan wel weggooien. Yep. Pam 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 pam.
Goed, ja, ik begin inderdaad ook te gapen. Moeten we door, misschien ook donderdag proberen in het Engels te streamen en de kanaal ook op het Engels te zetten. Eens kijken wat er dan gebeurt. Of zaterdag, donderdag of zaterdag. Tegenzin is aan, level up. Okay. Dat is wel lekker snel. Echt van een beetje afstand lijken dat net van die shoot holes. Ja, ik vind het op zich wel leuk uitzien. En ja, klopt. Zou het wel leuker uitzien als je ze met van die houten. In principe zoals ik hem gezien had, was alleen de onderste rand van de muren was steen. Mm-hmm. En de rest was hout. En dan is hij mooier. Oh, ja. Maar kunnen we hier wel doen, maar aangezien de schade aanstaat. Ja, nee, dus goed hoor. Dat is gewoon prima. Ben zelf, als ik wel wat leuker wil bouwen, dan ben ik zelf wel voorstander van Castles Keeps. Vind je zo'n hele leuke combinatie mee kunt maken. Ik zit nog steeds een beetje twijfelen of ik die er ook niet alsnog op moet komen. Loop ik hier met die rapketen rond. Ja, volgens mij begin ik ook een beetje in te kakken. Dan even deze eventjes op pakken. Hola. Hij is weer heerlijk, Kirby. Nou, perfect. Perfecto mundo. Be right back. Ew. Dip. Zo, folks. Ik was wat aan de late kant vanavond. Maar ja, maakt niet uit. Het is toch niet druk gebleken achteraf, dus. Geen probleem. Donderdag zijn we er weer. En, nou... Zoals gezegd, donderdag of zaterdag zullen we eens kijken of we naar die moeder kunnen. Kijken of daar wat de engrams te halen zijn. Dus dat. Ben benieuwd. Onder water. ik heb er een hard hoofd in. Dat wordt een nieuwe death count. Dat is nu. 54 keer. Kijk, dat gaat alweer erg hard. Dus voor degenen die nog waren blijven hangen, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne avond als voor later. En welterusten. Tot de volgende. Wakku wakku.